Jack, het is lekker om met jou vanavond te kan gesels. En jij doet zo'n presenting en jij sing vanavond bij FLK se volume 2 story. En vertel zo'n beetje van die liedjes wat jij vanavond hier sing en, of gesing het en ook in die boek. Ja, dit is lekker. Dit is zeker een omtrent die vierde, vijfde keer wat ons hierdie type ding doen op verschillende feesten. Maar de reden hoekom ek dit ook aanbied is maar net, ach, ek is deel daarvan en ek, jy weet, om nou nog een ander aanbieder te hê. Ja. Dit is lekker om so half, ek het van die liedjes geskryf en ek sing saam met die mense en so aan. So dis hoekom ek dit doen. Iemand moet het doen, so ek is naar die een. En dan, dat was twee liedjes van my in die nieuwe FAK, die Sally Williams Nougat liedjie, en nog so ander ene, wat ek nou nie sing in die show nie. So ek doen Sally Williams en dan een liedje van Johannes Kerkorrel, Heelbrau, wat baie mooi is, is een klassiek. En dit is net lekker om te staan op baie verhoog en een liedje te sing van so'n absolute legende. So dit is my lekker om deel te wees van die concert, is nogal so'n groot oomblik. En een beetje backtrack met een paar dekades. Jou ginsling liedje uit die oude FHK. Daar was so'n liedje onthou ek wat ek op school gesing het altyd in die sangklas. Met die naam, wel dat is eigenlijk twee. Koolpaard was die een. As ek ver in die veld op my koolpaard rijd, was altyd vir my so mooi. En dan so'n liedje, dit is baie onbekend, maar ek onthou met die naam, ek vra nie na jou geld nie, ek vra nie hoe jy lyk. En ek was mal met dit, so dit bly nog my twee favorites. En kom en sien, hoe baie ou FHK liedjies kan jy opnoem? Go! Ouwes, ja. Wel Sari Mare, Boelands en Noinkie, my oumaikie, ek, dis al. Well done, niemand het nog Sari Mare gesien, ek soos, sorry, dis nummer 1. Noem het, die boek. En vertel bietjie, denk jy, dat Sweet is een Afrikaanse, een cyber-Afrikaanse sangbundel, is nog relevant vandag? Ja, vir die Afrikaner, natuurlijk. Want dit is, ek, as ek denk aan die FHK boek op school, selfs dat ek meen, dis nie dat jy op school nou daai jare skielik net FHK liedjies geluister het nie. Ek meen, ons het ook normale popmusiek geluister op school en wat ook al in die mode was. Maar op 'n manier gaan lê daai Afrikaanse werk, woorde, wat ook al het is, melodieë, gaan lê op 'n manier in 'n mens se hart deur al die jare wat mense het gehoor het en gesing het hier en daar gehoor het. Selfs al het jy daai tyd gedink dis, oh, dis weird, dis FHK. Nou, eendag is jy ouer, en jy besef, dis so half deel van jou roots, van waar jy vandaan kom, en dis baie lekker, want allemaal moet wortels in die wereld. Of jy nou in Duitsland is, of een van die plekke, hulle het ook sulke ou traditionele muziek. Excuus toch, en wat nou ongelooflik is, is dat die huidige Afrikaanse treffers, goed wat mense luister op radio, hoor op televisie, is die nieuwe liedjes wat nou in die nieuwe FHK is. So, miskien oor 20 jaar gaan mense ook terugdink en dink is traditionele muziek. Maar dis hoe die lewe werk. So gaan die tyd aan. Ek dink so. Ek dink oor 30 jaar van nou gaan een van die band uitkom. En dan op 'n totaal vreemde manier sing hulle Sally Williams en liedjies van Amanda Strydom en dan sit dalk weer Hip and Happening. So dit is vir my mooi om die musiek van die tyd so vas te vang in 'n boek. En ek weet nie, ek glo nie mense kry dit in Engels nie, want jy weet in Amerika of so nie. So dit is lekker, dit is deel van ons taal, dit is Afrikana. Dit is lekker om die boek daar te hê en te weet daar is van jou liedjies daarin. En denk jy, nou het ek sommer my vraag vergeet, so jylle doen nou hierdie by kindsefeest en jy sê jylle dit een paar kindsefeeste van tevore ook gedoen, maar is al plan om so iets aan te hou te doen, dis obviously lekker gerieflik as allemaal by mekaar is by die kindsefeest. Ja, dis ook om ons het alleenlik, denk ek, by soos een KKNK, ons het by Aardloop begin al een jaar gelede of so, en ons het ook genoem met die woordfeest, en hierdie jaar gaan ons het nog weer doen by die vryfeest in Bloemfontein. Maar dis die enigste plek waar al die kunstenaars, ons het allemaal die ander concerte, so ons kan hierheen ook doen. Anders is het maar die dierstory om allemaal hier te kry en so aan. So, ja, maar die mense geniet het, jy kan sien, die mense, het is vir hulle nostalgies.
Het is voor mij rarig verfrissend om hier die klanken te horen na een dag. Mag ik dit zeggen? Maar ja, maar dank je, Jack. Dit was heerlijk om te gesels en heerlijk om hier te kunnen luisteren. Dank je dat jullie hier is. Plezier. Ik wakker.